ontstaat een soort heel interessante groepsdynamiek, waarin eigenlijk niemand de leiding heeft en ze toch allemaal weten waar ze heen gaan. Ik denk dat de essentie van de schoonheid zit in de complexheid en de eenvoud waar die heel dicht bij elkaar komen. Het werk heet zwermen, omdat het een soort ervaring van een zwermspreeuw benadert. Ik ben Zorro Feigl en ik maak bewegende kunst. Ik heb een installatie gemaakt die je moet ervaren, waar je onder moet gaan liggen. Ik denk dat ik het heel leuk vind om gewoon te kijken naar hoe de wereld werkt en hoe dingen constant ontstaan uit een samenspel van krachten en toevalligheden. Als ik een werk net maak, is de grens op zoek het allerspannendst. En daarna ga je kijken naar oké, waarin zit de essentie of waarin heeft het het minst nodig om te werken. En die twee uitersten die zoek je op en vanuit daar kan je een choreografie gaan maken. Eind 2021 in het Stedelijk Museum Schiedam mag ik één vleugel vullen met Jungle. Een tentoonstelling waar je helemaal in kan onderdompelen. Een ervaring die je moet beleven.